60 voor de eerste keer onder de 70 seconden. Ja. Van Doni. Wie gaat er dan in de hot seat zitten? Twee plaatsjes zijn daar gereserveerd voor de dames hier, waarbij Lies van Hoei nu voorbij gaat. Louise Parot loopt. Provost wint in 58-45. Dat kan Van Hoei voor Parot. Dan Charlie van der Velde, voert in de eerste de plaats voor Anna. Hier kan kampioen Lorenzo Nijs, 38ste aller tijden als eerstejaars. Af voor jou is erbij. Select cadet 4. In baan 1, ze verbeterde haar persoonlijk record in de reeks naar 61-10 voor AC Waasland, Fran van Koeken. Ook al een persoonlijk record in de reeks met 60-2. Klaar. Op de derde plaats. Dat is het wedstrijdrecord op de 400 meter bij de karretenmeisjes. 58-15, de beste prestatie ooit door een derde geleverd in die finale. Met de sterrenprovost, die daar enorm snel vertrokken is. Voorbij Annemie Dillen. Met ook Bremans, die daar druk zet als Sofie Bremans in baan 3. Bremans en Provoost knokken voor die koppositie bij het ingaan van de laatste rechter. We zijn natuurlijk nog maar op 150 meter met licht voordeel voor Sterre Provoost van Marco Westhoek. En haar clubgenootje genoemde Saartje Lansen op dit moment in derde stelling. Bremans en Provoost zijn zoals dat in Deinze ook hier. Gaan we op die manier naar een nieuw wedstrijdrecord door die strijd tussen de twee waarin Provoost het verschil maakt op de laatste meters en ze finished in 56-66, inderdaad, een nieuw kampioenschapsrecord voor Sterre Provost. Eerstejaars cadet van Marco Westhoek. Tweede plaats voor Breatletiek Club met een sprong van 11,19 meter. Van Westhoek in 58-88, Saartje Lansen. Tweede plaats is voor AC Herentals in 57-25, Anne-Sophie Bremans. Eerste plaats en Belgisch kampioen, eveneens voor Marathon Westhoek in 56-65. De stevige kampioenschapsrecord, Sterre Provost. Gefeliciteerd, dames.
Ja, je hebt gewonnen, hè. Allee, dat is de beste plaats die je kan hebben. Hoe blik je terug op jouw seizoen? Want vandaag is niet jouw enige titel. Ja, mijn seizoen is al vlot verlopen vandaag.